Welkom. Vandaag bloedgroepen. We gaan iets informeler. Geen whiteboard, maar een groot vel papier. We gaan kijken naar bloedgroepen. Wat zijn bloedgroepen? Wat doen ze? En nog meer van dat soort spannende dingen. Ik heb hier een schema gemaakt waarin ik hier, titel bloedgroepen. Welke bloedgroep hebben we het over? Welke antistof en welke genotype? En die gaan we samen even invullen. Zoals je weet zijn er vier bloedgroepen. Je hebt bloedgroep A, je hebt bloedgroep B, je hebt AB of je hebt bloedgroep 0. Dat wordt ook wel eens O genoemd. Maar dat is dus niet goed. Bloedgroep O, dat bestaat niet. Bloedgroep 0. Als je bloedgroep A hebt, dan heb ik hier een rode bloedcel getekend. En die rode bloedcel die heeft daar eiwitten in zitten. En die eiwitten, die hebben we A genoemd. Ze zien er niet uit als A's, maar zo ga ik ze wel tekenen. Dus zo. Deze rode bloedcel heeft bloedgroep A. En die heeft dus eiwitten in zijn membraan zitten. Die wij A hebben genoemd. Ik zelf heb bloedgroep A bijvoorbeeld. Heel veel voorkomende bloedgroep. Niks speciaals aan. 42% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep A. Als je bloedgroep A hebt, zoals ik heb, dan maak je een antistof aan. En die antistof die maak je aan natuurlijk niet tegen je eigen bloed, maar tegen vreemd bloed wat binnen zou komen. Dus de antistof, dat ziet er altijd uit als een eitje, antistof B. Dus je maakt anti-B afgekort. Heb je bloedgroep B? Oh, wacht even, de genotypes. Wie heeft nou bloedgroep A? Nou, dat zijn mensen die dit genotype hebben. Twee keer een grote A. Of mensen die het enkel hebben en een recessief gen. Zoals je weet zijn bloedgroepen zijn intermediair, codominant. Ja, dan gaan we straks kijken wat dat gebeurt. Dus mijn genotype is een van deze twee voor dit gen. Bloedgroep B, ik denk dat je het wel begint te begrijpen. Er zitten dus B'tjes, tenminste eiwitten, die we B hebben getiteld op het celmembraan van die rode bloedcel. En de antistof die mensen hebben, die bloedgroep B hebben, die maken anti-A. Wat is het genotype van deze mensen? Hetzelfde idee als de mensen met bloedgroep A, maar nu met bloedgroep B. Eenvoudiger kan het bijna niet zijn. De mensen met bloedgroep AB, die zijn wat lastiger, wat hebberiger. Die hebben namelijk zowel eiwitten van A als eiwitten B op hun celmembraan. Typisch. Ze hebben ze allebei. Bloedgroep A en bloedgroep B samen. Bloedgroep AB. Wat voor antistoffen maken die? Van het bloedgroep A zouden ze anti-B maken, maar dat is helemaal niet handig, want dat hebben ze. Hè? Ze hebben zelf B. Vanuit het bloedgroep B gezien zouden ze anti-A maken, maar dat hebben ze zelf ook. Heel raar. Maken dus geen antistoffen aan. Dat is handig. Waarom is dat handig? Komen we later op. Hoe ziet het genotype eruit van mensen die AB hebben? Nou, die hebben dus een A. Die hebben een B. En that's it. Dan de laatste groep. De mensen met bloedgroep 0. Dat is ook typisch. Die hebben een rode bloedcel. En die hebben... Ja, wat voor eiwitten hebben ze daar nou op staan? Geen. Tenminste, geen die in dit verhaal voorkomen. Ze hebben dus geen A's en geen B's. Geen. Nul dus. Zo eenvoudig is het. Wat voor antistoffen maken mensen met bloedgroep 0 nu aan? Nou, ze hebben geen bloedgroep A, dus ze maken anti-A aan, maar ze maken ook anti-B aan. Wat is het genotype van deze mensen? Kleine i, produceert dus geen eiwit. Even kort, het hele schema, hoe die bloedgroepen in elkaar zitten. Het meeste staat ook in je boek, alleen die genotypen staan niet in je boek.
Maar dat is van eerdere hoofdstukken, hè, wat we al eerder gehad hebben over de erfelijkheid. En daar zijn die bloedgroepen aan bod gekomen. Maar ik wil ze toch even terughalen, want het is wel belangrijk dat je dat realiseert, hoe dat in elkaar zit. De bloedgroepen, we gaan daar verder in de les ook mee aan het werk. Oké, dankjewel.